150 jaar geleden schreef Guido Gezelle over het schrijvertje of het draaikevertje. O krinkelende, winkelende waterding, met het zwarte kabotseke aan, wat zie ik toch geren uw kopke flink, al schrijven over het waterke gaan. Ik vond er 100 van deze schrijvertjes aan de Loze Dijk in de Kierse Weide, in een van die prachtige slootjes van Nationaal Park Weerribben de Wieden. Je ziet ze drijven op het water, ze maken gebruik van de oppervlaktespanning. Hun ogen zijn verdeeld in tweeën, de onderste helft kijkt onder water, de bovenste helft boven water. Zo kunnen ze het gevaar zien aankomen boven water en onder water hun prooi proberen te vinden. Dit is het slootje, vlak bij de parkeerplaats. Onderdeel van een schitterende wandeling door de Kierse Weide. Hier de brug naar de parkeerplaats toe. En hier de schrijvertjes of draaikevertjes van Guido Gezelle.